Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer. Nou, ik ga heel even wachten tot jullie mij ook hebben gevonden. Dan gaan we eventjes de video vastzetten. Tenminste, als Facebook daar zin in heeft. Even kijken. Nee. Dat gaat niet vandaag. Nou, dan doe ik het na de live even. Goedemorgen allemaal. Oh, de eerste die vinden mij al. Hartstikke leuk. Ik heb wel even het raam open. Ik denk dat jullie mijn schattige vogeltjes op de achtergrond buiten ook wel horen. Als het hinderlijk is, geef het even aan. Goedemorgen. Gezellig dat jullie er zijn. Nou, ik heb al... Siri gaat zich ermee bemoeien. Oh, beeld en geluid is goed. Super. Fijn. Helemaal fijn. Nou, jullie zien mogelijk een hele blauwe arm. Dat klopt. Die is ingetaped. Ik hoop dat jullie daar even doorheen kijken. Ik dacht misschien dat je het nog net niet ziet. Want je ziet voornamelijk mijn handen. Maar ik zie al dat het hartstikke zichtbaar is. Hallo. Goedemorgen. Nou, ik ga langzaamaan even vertellen wat ik ga doen. En anders kun je gezellig later nog instromen. Het was natuurlijk de afgelopen dagen heel mooi weer. En ik had al best wel even hetzelfde soort papier gebruikt de laatste weken. Dus ik dacht, frisse kleurtjes. Daar heb ik wel weer zin in. En toen dacht ik aan dit blok, het Best Of blok. En dan nummer 2. Daar zitten dus eigenlijk allerlei eerdere designs in van eerdere collecties. Soms zijn ze net een beetje aangepast, maar over het algemeen zijn ze hetzelfde, alleen is soms het design wat kleiner, omdat het voorheen een groter vel was. En in dit blok zit voornamelijk die allereerste serie. Ja, dat noemden we toen de roze. Deze. Jullie kennen hem denk ik wel. Ook superleuk. Ik vind het ook heel leuk om nog weer terug te zien. De deur. Daarnaast de Write Your Story. En die gaan we vandaag gebruiken. En dan zit er nog de Warm en Cozy in. Time to Relax. Inner Peace. Ik ga ze niet allemaal laten zien. En gevolgd door allemaal leuke bijpassende duikerplaatjes. Nou, van de Write Your Story, daar had ik ook nog vellen van uit mijn blokje van toen, zeg maar. Een paar restjes. Dus ik dacht, hé, dat is wel leuk om te gebruiken. En dat papier is ook gewoon nog beschikbaar. Superleuk. Dus die ga ik gebruiken. En dan ga ik maken het kaartje wat ik gisteren heb laten zien. En in mijn voorbeeld heb ik gebruik gemaakt van de allernieuwste collectie. Ik kan hem nu nog even niet showen. Omdat ik hem in het echt ga showen tijdens de demodag. We mogen foto's plaatsen, maar we mogen er nog niet mee live. Dus vandaar dat ik nu de Write Your Story ga gebruiken. Maar het leek me wel leuk om dat modelletje te maken. Dus wellicht heb je hem gisteren al voorbij zien komen. Super bedankt voor de leuke reacties die jullie al hadden gegeven. En echt waar, dat zijn ook weer hele mooie kleurtjes. Goed, wat heb ik klaargelegd? Ik had zelf maten bedacht en zo. Die had ik alleen wel opgeschreven, maar dat briefje heb ik beneden liggen. Omdat ik er ook een blog van aan het schrijven ben. Maar ik denk dat ik het wel uit mijn hoofd weet. Dus we gaan het zien. Ik spiek heel even of ik van jullie nog iets heb gemist. Nee hè, volgens mij zijn jullie gewoon gezellig goedemorgen aan het zeggen. Nou, en anders vraag gerust nog een keer, dan zie ik het vanzelf. Wat heb je nodig? We hebben uiteraard designpapier nodig. Je hebt 4 stukjes nodig. Alleen mijn 4e stukje, die zag ik zojuist net niet liggen. Dus die komt voor de achterkant. En anders snijden we die dadelijk te plekken. Die had ik namelijk wel gesneden. Dan heb je nodig cardstock. En ik heb deze keer gebruik gemaakt van het cardstock van Fase. En dan de linnen variant. Ik ga hem proberen een beetje dichtbij te houden.
En ik heb gewoon dat hele pakket gekocht en zeg maar daar deze hele lichte blauw uitgekozen. De naam, die had ik net voor jullie opgezocht, weet ik uit mijn hoofd even niet, maar daar kom ik nog even op terug. Ik heb het hele pakket gelinkt, maar ik zal ook heel eventjes deze kleur nog linken. Maar het is een hele licht blauw. Nou, superleuk. En daar heb je van nodig. 3 stukjes. Eentje is 24 lang en 12 hoog. En die heb ik uiteraard gereeld op 12 centimeter. Zodat we een kaartje krijgen van 12 bij 12. Deze maten kun je uiteraard gewoon helemaal aanpassen. Ik vond het leuk om een keer een wat kleiner model te kiezen. Want heel vaak heb ik de neiging om dan 15 bij 15 te doen. En ik dacht, zeker als je die kleine blokjes hebt, is dit ook wel leuk. En dan kijk ik heel eventjes of ik iets kan laten zien van dit blokje. Dat is nog die oude. Er zitten ook namelijk van die, kijk, van deze vierkantjes in. Die zijn nog iets kleiner, maar die zou je dus prima kunnen matten dan op zo'n klein kaartje. Dus vandaar dat ik dacht, ik kies een keer voor een kleinere afmeting. Want er zijn ook mensen die kleine blokjes juist heel fijn vinden om te gebruiken. En dan kun je een leuk kaartje maken, maar heb je niet al te veel papier nodig. Dus dat is de basis. En hij komt dadelijk met de opening naar beneden. Dus we gaan hem op deze manier gebruiken. En dan heb je nog 2 stukjes cardstock nodig. Dit zou je ook met designpapier kunnen doen. Dat heb ik in mijn voorbeeld wel gedaan. Het enige was dat ik dat bij het designpapier wat ik nu ging gebruiken wat lastiger vond. Omdat ik dan script had die je niet meer heel goed kon lezen. Of afbeeldingen, ja, wat net iets minder uitkwam. Want ik heb daar niet alle papier meer van. Dus ik kies er nu bewust voor om dat gewoon in cardstock te doen. En dan kunnen we daar altijd nog strookjes designpapier op maken. Dus dit is even naar wens, of in cardstock of in designpapier. En die heb ik 11,6 gedaan, dus iets smaller. En hij is 8 hoog. Vervolgens heb ik die om iedere 2 centimeter gereeld. Dus ik heb een reellijn op 2, 4, 6. Dus dan heb je 4 strookjes van 2 centimeter. Nou, en als je die dan gaat vouwen, krijg je dit. En dan kun je er eigenlijk een beetje een blokje als het ware van maken. Nou, dat gaan we bij die andere kant ook even doen. Gaan we ook even vouwen. Nou, zoals ik al zei, ik ga hier ook even een blokje over schrijven. Dus de maten hoef je niet helemaal te onthouden. Ik weet alleen niet precies wanneer de blog dan online komt. Maar ik zal een seintje geven als hij erop staat. Dan pakken we hier even dubbelzijdig tape. Zo. En dan wil ik nog even een smallere. Maar die kan ik even niet vinden. En dan spiek ik even waar mijn acrylblokje is. Nou, goedemorgen voor degenen die nog instromen. Ik heb nu dus eventjes die stukjes voor me liggen van 11,6 breed bij 8 centimeter hoog. En daar hebben we 4 stroken van 2 centimeter van. Die bovenste en die onderste ga ik van tape voorzien. Dus ik leg gewoon de bovenkant omhoog. Dus ik ga niet op de achterkant van de tape plakken. Ik ga gewoon aan de voorkant van mijn papier de tape plakken. Oh, dit kunnen we wel meteen met 2 brede doen, zie ik wel. Dan overlapt hij een klein stukje. Hij wil niet. Zo. Is het tot nu toe te volgen? Want anders ga ik gewoon nog eventjes iets herhalen natuurlijk. Oh, was het gisteren 30 graden bij jou, Anna? Ja, het was echt wel warm, hè? Klopt hoor. Het was hier ook warm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel lekker vind. Maar ik moet er dan ook altijd wel even aan wennen. Jullie dat ook? Nou, dit doen we bij beide kanten. En dan leggen we die daarna even aan de kant.
dus nog niet meteen gaan plakken. Maar volgens mij was er bij ons gezegd dat het voorspelt dat het vandaag eigenlijk heel veel zou gaan regenen. En maar 23, of maar hoor mij, maar 23 graden zou worden. Maar ik geloof dat dat niet helemaal zo is, want het lijkt eigenlijk al best wel, alsnog best wel lekker. Inderdaad niet zo heet. Even kijken. Nee, dat snap ik, Anne. Dat is heel herkenbaar. Als de temperatuur dan hoog wordt, dan moet je een lijf daar ook echt aan wennen. Oh, fijn, Linda, dat het duidelijk is. Ben even hardop aan het denken. Ik wil namelijk deze met de vintage foto. Ik had bij mijn voorbeeld gesso gebruikt. Zo, die moest van ver komen. Maar ik vind het hier wel leuk als die een beetje afsteekt op dat blauwe. Dus ik denk dat ik dit keer eigenwijs ga doen. Dat ik mijn designpapier met vintage foto doe. En dat ik mijn cardstock wel met gesso doe. Ik ben eigenlijk altijd van hetzelfde bij alles, maar ik denk dat dat wel kan. Nou, ik heb mijn stukjes designpapier allemaal gesneden van 11,6 bij 11,6. Nou ja, zoals ik altijd zeg, zeg ik dat nu ook. Dat is natuurlijk een beetje persoonlijk hoeveel cardstock jij nog wil zien. Als jij het leuk vindt om nog een iets meer cardstock te zien, dan kun je ook 11,5 bij 11,5 snijden. Zo. Nou, die vierde die gaan we straks nog even snijden voor de achterkant of ik doe dat na de live. En dan heb ik nog een stukje designpapier gesneden. En die ga ik even af voor jullie opmeten, want ik had dat natuurlijk op een briefje gezet. Volgens mij had ik hem rond de 19. Ja, 18,9 om precies te zijn. Ik had hem in eerste instantie op 19 centimeter breed gedaan. Alleen ik vond het handig als er nog net een strookje van af was. Dus 18,9 centimeter. En dan heb ik een rillijn op 1 centimeter gedaan. En op 9 centimeter gedaan. En hier gaan we dadelijk een pocket van maken. Want ik wil in de kaart een pocket maken waar je een cadeaukaart in kan doen. Kijk, en dan sluit die mooi aan. En dan gaan we deze kant en de voorkant doen. Wat ik ga doen is hier wel eventjes met een pons een leuk hapje eruit halen. En dat doe ik nu die nog niet geplakt is. Het kan natuurlijk als je hem al geplakt hebt, dan heb je aan beide kanten de opening. Dat kan zeker. Ik ga hem gewoon aan één kant doen. Nou, en dan zal ik hem dit keer eens even voor jullie gaan meten. Want meestal doe ik dat eigenlijk gewoon op blote oog. Trouwens, voor mij al even geleden dat ik in deze groep live was. Hè? Dat komt eigenlijk nooit voor, maar ik had een paar woensdagen dat ik niet kon. Dat komt natuurlijk ook door de hemelvaartdagen. Nou, wat ik nou doe, ik heb een streepje gezet en dan zorg ik dat dat pijltje boven dat streepje zit. En dan heb ik aan allebei de kanten evenveel ruimte. Oh, en dan heb ik hem alsnog aan allebei de kanten gedaan. Ach ja, maakt niks uit. Nou, die gaan we ook even beïnkten. Maar de onderkant zie je niet helemaal terug, daar de decor. En nu wilde ik net vertellen, ik ben al even in deze groep niet live geweest. En dan ben ik er morgenavond weer. Het is toch wat. Moeten jullie weer meteen twee keer achter elkaar aan mij wennen. Zo, even vasthouden. Even kijken hoor. Ik wil aan jullie de workshop vastschilderen gaan doen.
Nou, dat is echt heel leuk, Patricia, dat je dat zo vraagt of iemand mee wil rijden. Dat is echt heel lief. Kijk, en dan hebben we hier een leuke pocket. Nou, die pocket gaan we ook nog even aan de kant leggen. En dan pakken we even onze basis erbij. Nou, daar gaan we eventjes de gesso pakken. Ja, erg artistiek is die blauwe tape. Hè? Daar zitten gaatjes in. Ik vind het nooit zo gezellig voor jullie om dat maar uit te gaan leggen. Maar... ik zal het heel kort doen. Ik heb een trombosearm gehad, echt een paar jaar geleden hoor. In 2017. Maar die was nogal groot. En sindsdien gaat het oedeem dus niet meer weg uit mijn arm. Alleen nu met het weer heeft mijn arm daar nogal veel last van. Dat hij het vocht heel erg vasthoudt. Dus ik pas de steunkous niet meer. Nou moet ik zeggen dat dat ook heel vervelend zit. om je arm. Dus nou heb ik op woensdag altijd 's ochtends voor de live nog oedeemtherapie. En nou zei ze net, ja eigenlijk moeten we wel gaan zwachtelen, want hij is wel heel dik. En toen dacht ik, oh nee, dat wordt met de live heel onhandig, want hij zit natuurlijk super strak. En toen zei ze, ja het kan niet, want de zwachtels zijn op. En toen dacht ik, nou nah, wat vervelend nou. maar goed, toen was de conclusie, dan doen we een tussenweg, dan doen we de tape. Nou, daar kan ik nog mee leven. Alleen moeten jullie tegen een blauwe arm aankijken. Is te doen, hè? Nou, dit zie je niet super goed op beeld, denk ik. Want de kleur van mijn cardstock is best wel licht. Alleen in het echt zie je het wel. En ik vind dan dat wel een leuk effect geven. Zo. Niet te veel knoeien, want daar hou ik niet van. Ik doe nooit heel dik hoor, want dat vind ik gewoon fijner als het een beetje subtiel is. Ja, tape is dan fijner, hè? Zeker met dit weer. Maar het was nu ook wel irritant hoor, want ik kon gewoon shirtjes helemaal niet zo goed aan. Omdat mijn andere arm natuurlijk een stuk dunner is. Zo. Ik ga wel heel even met de heat tool een beetje die gesso drogen. Het is maar een heel klein beetje, maar anders smeer ik eigenlijk alles onder. Ik ken mezelf. Oh, stekkerblok aandoen. Ja, dus maar een oogdicht dan. Ja, inderdaad. Ja, met lange mouwen kun je het nog verstoppen, hè? Maar dat vond ik nou niet echt een succes om nu lange mouwen aan te trekken met dit weer. Goed, deze gaan we er vast even opplakken. Ik had er nog even aan zitten denken, zou ik er een stiksteekje in doen? Maar nee, gaan we deze keer niet doen. Vond deze wel leuk aan de voorkant. Ik heb een beetje gekozen voor allemaal blauw tinten. Uiteraard ook andere kleurtjes, maar in ieder geval als basis. En dan was dit de bedoeling voor de binnenkant. Maar die gaan we niet helemaal in het geheel zien. Omdat daar natuurlijk dadelijk onze pop-up komt met die pockets. Hoi Stephanie, gezellig dat je nog binnenstroomt. Zo. Ja, mooi hè Anne. Ik heb dat serieus in de zomer een keer gehad. Dat ik toen verkleurd was met die tape.
heb je allemaal gaatjes. Zo, dat is dit. Goed, dan ga ik heel even een klein doekje pakken om een beetje mijn handen schoon te maken. Want anders weet ik het wel. Dan smeer ik dadelijk mijn kartstok onder. En dat is zonde. Oh, dat geeft niet, Stephanie. Je kunt het eerste stukje nog terugkijken. Ik weet niet of je mijn kaart van gisteren had gezien met een nieuwe collectie. Een pop-up kaart. Die zijn we nu aan het maken. Goed. En nu. We leggen onze kaart zo open neer. Met dus de binnenkant naar boven gericht. En het is dus belangrijk dat je eerst je designpapier hebt geplakt. Dan pakken we die stukjes. Nou ja, ik heb nu voor cardstock gekozen. Maar dit kan natuurlijk dus ook jouw designpapier zijn. Dan doe je hem dubbel vouwen. Op deze manier. Dus dan heb je nu tape boven en tape onder. Die tape aan de onderkant, die gaan we er even afhalen. Of in ieder geval de folie van de tape gaan we er afhalen. Ja, ik doe er nog eventjes lijm overheen. Is niet nodig, maar dat vind ik gewoon een prettig idee. En dan houden we hem weer met de tape waar de folie nog op zit. Die doen we naar boven. En dan gaan we die plakken tegen die rillijn aan. Ik ga hem heel eventjes een beetje naar me toe halen. Ha. En deze heb ik iets te breed gesneden, zie ik. Ik doe heel even die folie erop. Dan maak ik hem even smaller. En ik denk dat ik deze nog op 12 had. Is niet erg. Kijk. Dan heb ik hem denk ik nog op 12. Ja. Dus hier gaan we een stukje van afhalen. Naar 11,6. Ik dacht dat ik het al gedaan had. Ik had namelijk later bedacht dat dat iets mooier uitkwam. Doe bij die andere ook even. Ja, en zo. Hier wil net het tapeje er niet af. Ja. Oké. Tweede poging. Deze had ik als eerst gehad. Zegt dat goed? Nou, maakt ook niet uit. Even de tape er goed op doen. Zo. Nou, tweede poging. Doe ik er nog even lijm op. Zo. Kijk, we hebben gewoon even herhaling, hè? Dus dubbel gevouwen. Aan de ene kant haal je de folie eraf. En dan leggen we hem op deze manier tegen het midden aan. En ik heb dus de breedte aangehouden wat je ook met je designpapier hebt aangehouden. Vond ik namelijk iets mooier uitkomen. Zo. Op deze manier ga je hem plakken. Wat je dan gaat doen, is als je hem nu zo hebt liggen. Ja, ik hou hem met één hand gewoon even vast. En ik haal aan de andere kant die folietjes eraf. En zo. Nou, kun je ook een beetje lijm op doen. Hoeft op zich niet hoor. Want nu blijft hij namelijk heel mooi op de plek zitten. Nu hou ik hem namelijk zo vast. En dan doe ik eigenlijk gewoon de bovenkant van mijn kaart. Die doe ik dicht plakken. En dan wrijf ik hem aan. Tada! Dan hebben we ons eerste pop-up gedeelte. En die zit dan gewoon mooi in het midden. Dan ga ik alleen heel even kijken hoe ik hem neerzet. Dat jullie dit goed kunnen zien. Denk dat jullie het zo wel kunnen zien. Dan hadden we die pocket geplakt. En hier kun je natuurlijk een cadeaukaart in doen. Kan natuurlijk ook iets anders. De onderkant laat ik gewoon open. Wat ik doe is hier aan de onderkant ga ik een smal stukje tape plakken.
aan de achterkant. Dus gewoon onderaan. Je kunt het ook uitmeten, maar gewoon onderaan. Een strookje tape. Ik zal hem even iets naar beneden doen. Nou, ook hier doe ik weer hetzelfde. Klein beetje lijm eroverheen. Want dan kan ik hem nog schuiven. En deze plakken we tegen dat eerste blokje als het ware aan. Nou, ik doe hem er nu heel zachtjes tegenaan zetten. En dan kan ik nog heel even meten of ik hem nog wil schuiven. Ik denk dat ik hem nog ietsjes naar rechts ga doen. Voor 1,4. 1,2. Dat ik dan toch goed kan zien dat hij net iets pietje, die millimeter. Het is toch ongelooflijk. 1,3. Nou, niks meer aan doen, zeg ik. Zo laat ik hem zitten. Dan pakken we ons tweede stukje. Die doen we ook weer dubbelvouwen, zoals we net ook hadden gedaan. Doen we weer één kant eraf halen. Dit was dus diegene waar we net waren begonnen, zie ik al wel. Nou, even een beetje nieuwe lijm. Zo. Dan doe ik de lijm weer naar beneden. Dus het stukje waar de folie nog op zit, daar gaan we naar kijken. En dan leggen we deze rand tegen de rand van het blokje aan. Dus op dit designpapiertje. Zo. Ik draai hem heel even om te kijken of die hier ook goed zit. Ja. Nou, gaan we weer hetzelfde doen. Ga hier ook de folie ervan afhalen. Is een beetje priegelen nu. Komt omdat ik twee heb die helemaal op elkaar aansluiten. Zo. Nou hou ik hem hier weer vast. En dan duw ik hem weer dicht. En op die manier, om het op deze manier te plakken. Ik zie dat mijn beeld wel een heel klein beetje wiebelt. Plak je hem sowieso op de goede plek namelijk. Kijk, en als je hem dan open doet. Tadaa. Nou hebben we de pocket precies ertussenin. Dus je kunt je kaartje gewoon zo sluiten. En zo komt je pocket tevoorschijn. Stephanie, ja, volgens mij zijn ze gewoon allemaal heel rustig. Rustig aan het kijken. Dus dat is eigenlijk de basis. Helemaal niet moeilijk. Maar ja, ik denk wel heel leuk als je gewoon een leuk kaartje wil geven. Of een keer iemand wil geld of een cadeaukaart. Dan ja, is dit toch wel leuk, toch? Nou, bij die andere had ik natuurlijk al designpapier. Daar had ik zeg maar, ik noem het even de blokjes van gedaan. Ik denk dat ik hier gewoon aan de voorkant een leuk strookje ga doen. Want we hebben natuurlijk nog wel wat stukjes papier. Ga ik heel even spieken wat ik daar dan leuk voor vind. Want ik had namelijk dit stukje nog. Maar kijk, dan zie je dus letterlijk één stukje van die letters. Dus ik denk niet dat ik dat helemaal leuk vind. En deze kant kan wel, maar dan zie je ze dwars. We gaan gewoon even kijken wat nog kan. Allemaal restjes hier. Nee, ik denk dat het een nieuw stukje wordt. Maar dit is allemaal niet meer blauw. Oh, die zou kunnen. Want dit balkje is 2 centimeter. Dus dan zou ik 1,6 aanhouden qua hoogte. Even kijken of in dat best of blok nog iets met blauw zit. Ik zag ook nog iets anders wat wel een leuk idee is. Even zoeken hoor. Nee, dezelfde. Dezelfde denk ik. Deze vind ik ook zo mooi. Maar die had ik er nog maar één. Dus daar kon ik, ja,
de afbeelding niet door laten komen. Dus ik denk, ja, dat is niet zo mooi. Kan ik hem beter voor iets anders gebruiken? Ja, dan wordt het toch deze. Even kijken, als ik hem aan de onderkant doe, hoe dat met die zonnebloem uitkomt. Want anders heb ik namelijk precies dezelfde bloemetjes als mijn pocket. En zo vind ik het eigenlijk ook wel gezellig. Ja. Nou, doen we hem weer 11,6 breed. En dan denk ik dat ik deze gewoon lekker rustig laat. Wat denken jullie? Ik denk dat dat het mooiste is. Nee, ik zag ook geen reacties meer. Kan ook wel hoor, dat het gewoon net even wat traag is met Facebook. Of dat hij net niet helemaal doorloopt. Het zou me niks verbazen, maar ik kan in ieder geval, als ik minuten pas te bedenken, kan ik de reacties weer gewoon zien terwijl mijn iPad horizontaal staat. De laatste keer moest ik hem in één keer omhoog zetten om jullie reacties te kunnen lezen. Dat was ook zo'n leuk grapje van Facebook. Ik wil hem ietsje smaller hebben. Zo. Soms is het oog net anders, hè? Hoppatee. Oké, nou, dan gaan we lekker versieren. Eventjes denken. Wat vind ik leuk? Ik had heel wat plaatjes klaargelegd. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat we willen gebruiken. Nou, deze komen uit het Best Of blok. En ik ga wel heel eventjes, zoals jullie van mij gewend zijn, dat witte er een klein beetje afknippen. En ook die puntjes. Daar ben ik gewoon een beetje, ja, dat is nou eenmaal mijn tik. Ik moet wel zeggen dat deze heel mooi zijn uitgesneden eigenlijk. Die typemachine is toch leuk, hè? Helemaal goed, dankjewel voor het kijken, Ginny. Nou, er zitten eigenlijk allerlei verschillende plaatjes in, hè? Wellicht dat jullie ze nog wel kennen. Met de typemachine. Waxseals, dat is wel grappig. Nu hebben we natuurlijk ook waxseals die je echt kunt maken. Dus ik zat er aan te denken om die misschien nog erbij te doen. Maar ik denk dat ik het bij de plaatjes laat. En wat zit er nog meer? Maar bij inkt, pennen, alles. Nou ja, om tussen haakjes te schrijven. Want het is natuurlijk met een typemachine niet helemaal schrijven. En dat blijft toch ook wel een hele leuke collectie eigenlijk, hè? Zo. Nou, postkaartje. Ga ik de plaatjes dadelijk ook met de vintage foto even beinkten. Oh, iemand gaat lekker een kopje koffie pakken. Oh, Sandra. Oh, ik wil ook wel een kopje koffie. Mag dat? Even kijken, ik denk dat die andere type machine, alhoewel deze misschien aan de binnenkant. We gaan hem gewoon even knippen. Ik had bedacht, na de live ga ik eventjes pauze nemen en dan ga ik in het zonnetje een kopje koffie drinken. Maar ik denk dat het zonnetje een beetje weg is. Er zit hier nog zo'n plaatje aan de binnenkant. Die bloemetjes vind ik ook wel leuk om op de achterkant. Maar we gaan zo heel eventjes schuiven en dan zien we wel hoe we het gaan doen.
Een zwart kopje koffie. Ja, inderdaad. Helemaal zwart. Buiten de koffie, niks erin. Nou, ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik de plaatjes nog even een beetje wil knippen. En nou hadden ze bij de Write Your Story ook van die Rubons toen in de collectie zitten. Ik dacht, misschien kunnen we die ook nog even gebruiken. Nou zeg ik er wel bij, ik gebruik Rubons heel graag en ook best wel veel. Alleen ik heb toen een setje gehad in de proef die niet helemaal goed wreef. Wij krijgen natuurlijk alles altijd eerder. Dus ik ga gewoon even proberen of het lukt. En anders dan zien jullie ook dat het een keer kan gebeuren. Zo. Nou, we gaan eens even kijken. Misschien dat ik er dadelijk nog wat plaatjes ga bijpakken. Oh, bij Thea schijnt de zon volop. Even kijken. Anne heeft een vraag. Ik heb een kerstboompje bij inkt, maar de inkt blijft... Even kijken. Zo lang natte. Wat voor een inkt heb je gebruikt? Want het merk zie ik, maar is het een oxide of is het watervast? Nou moet ik zeggen... Het is natuurlijk sowieso, als je oxide gebruikt of de Distress inkt, dat is op waterbasis. Dus op het moment dat jij daar een gesso overheen gebruikt, kleurt die inderdaad wel wat bruin. Ik denk dat je dat bedoelt. Of in ieder geval de kleur van de inkt die je hebt gebruikt. Zo'n klein blokje. Ja, ik denk dat je dan de inkt hebt gebruikt. De Distress inkt. Het ligt er ook een beetje aan op wat voor materiaal je het hebt gebruikt. Is het kerstboompje van papier of is dat van bijvoorbeeld zo'n embellishment van, ja, ik noem even als voorbeeld Tim Holtz, waar je ook de paaseitjes en die konijntjes van had. Dat witte materiaal, zeg maar. Want dat is heel glad en dan kun je het het beste eerst even met gesso bewerken. Ja, de gewone Distress inkt. Maar die reageert net zo goed ook op water. Want die is ook op waterbasis. Hij oxideert niet. Maar als jij gesso bijvoorbeeld gebruikt en je gaat het uitsmeren eroverheen. Dan wordt die inkt natuurlijk ook geactiveerd. Want het wordt nat als het ware. Snap je wat ik bedoel? Stuur me anders straks even een foto. Dan kijk ik even met je mee. Dan gaan we die even beïnkten. Oh ja, puntjes met schuurblokje. Ja, dat kan ook zeker. Absoluut. Even kijken. We hadden nog de plaatjes beloofd. En ik had nog een stukje vellum. Vind ik ook heel leuk. De wrijfplaatjes. Even pakken. Ik heb onder andere deze nog. Maar ik had er ook... nog meer. Eventjes mijn etuietje pakken. Het is wel weer gezellig zo hoor. Op de woensdagochtend. Kijk, die zaten er dus in een beetje bedo-rood zou ik zeggen. Die zijn toch ook super leuk, die postzegels. Deze vind ik ook heel leuk, die wereldbol. En de stempels. Maar ik denk dat ik wel naar zwart neig. Want dat past nu wel wat beter bij mijn papier. Nou, weet je, we gaan hem gewoon even proberen op de achtergrond. Want anders, dan kunnen we er gewoon een plaatje overheen plakken. Welke gaan we dan doen? Deze bloemetjes. Takjes. Fijne dag, Stephanie.
Hoi Anneke, leuk dat je er nog bent. Volgens mij... Oh, ik weet niet of iemand al heeft gereageerd, maar ik ben een pop-up kaartje aan het maken waar deze pocket in verstopt zit. Voor bijvoorbeeld een cadeaukaartje. Even kijken hoor. Want stel dat ik hem hier wil. Wat ik bij deze rip-on ga doen. Ik ga hem eventjes goed aanwrijven met mijn hand. Stap 1. Dan gebruik ik mijn tool van Tim Holtz. Die is niet meer verkrijgbaar. Maar je kunt ook prima bijvoorbeeld zo'n bolpen gebruiken. En ik doe hem in eerste instantie gewoon een beetje wrijven. Dan pak ik heel even mijn heat tool. En dan maak ik hem een klein beetje warm. Nou, en dan gaan we nog een keer goed wrijven. En dan hoop ik dat het lukt. Nu heb ik wel één dingetje wat het iets moeilijker maakt. Namelijk, de binnenkant is natuurlijk bol. Dus je hebt niet een hele mooie gladde achterkant. Wat dat betreft is het handig om dat eerst even te doen. Maar voor alles bedenken we een mogelijkheid, toch? Nou, we gaan kijken. Ik durf je niet te beloven hoor, of die er helemaal af is. Nou, ik ga nog niks zeggen. Ik ga nog eerst even... Ja, nou Linda, dat doe ik. Die warm maken, doe ik eigenlijk alleen maar deze rip-ons. Maar dat komt omdat ik zo'n velletje heb van de eerste druk die dus nog niet zo heel soepeltjes ging. En ik heb ontdekt als ik het dan een klein beetje warm maakte, dat hij er dan iets beter van de folie afkwam. Dus vandaar dat ik dat bij deze doe. En dan doe ik hem steeds even een stukje wrijven en het folietje er verder afhalen. En ze zijn zo ontzettend leuk om te gebruiken. Kijk nou. Ik zeg geslaagd. Het is toch super leuk? Hij is helemaal mooi. Helemaal blij mee. Oké, maar nu de vraag. Als ik nu die grootste typemachine ga gebruiken, zie je daar natuurlijk niet zoveel meer van. Dus misschien ga ik nu toch eigenwijs voor deze. Ja, mooi hè Anja. Ik vind het ook helemaal leuk. Ik moet die gewoon weer vaker gaan gebruiken. Sowieso ben ik wel echt dol op die rip-ons. Alleen je hebt gewoon soms even geduld nodig om hem goed eraf te wrijven. Zo. En misschien dat we er dan nog wel een extra rip-on bij doen. Nou, ik ga gewoon bij die typemachine ook nog mijn waxseal erbij doen. Is dan wel niet helemaal... Nou ja, op zich past het wel, toch? We typen de brief met de typemachine. En we maken de envelop met de waxseal dicht. Er zitten bijvoorbeeld ook hele leuke kroontjespennen als plaatjes bij. Maar ik ben dan weer zo dat ik dan die niet in combinatie met mijn typemachine ga gebruiken. Kan natuurlijk prima, hè. Zo. Nou, op deze manier. Dat is even een basis. Ik leg even mijn schaar erop, dan kunnen we het even zien. Zo. Deze. Oh, had je dat ook, Linda, met de inner peace? Ja, nou, ik ben benieuwd of het bij jou ook gaat werken. Maar het is sowieso ook wel echt gewoon even rustig de tijd voor nemen, hoor. Dat helpt ook wel echt. Zo.
Maar we hebben natuurlijk nog meer van die ribbons. En we hadden ook nog een stukje vellum. Als ik daar nou eens een klein stukje uitscheur. En een beetje op de achtergrond verwerk. Het is wel echt heel mooi stevig vellum, vind ik. Kijk. Dan geeft dit net weer wat extra's. Dan doe ik in eerste instantie alleen even de lijm aan de linkerkant. Want daar komt mijn plaatje overheen. Dus daar maakt het niet uit als ik er lijm. Moet ik zeggen dat je bij deze lijm ook steeds minder ziet. Maar ik probeer dat wel altijd een beetje weg te werken. Zo. En dan kunnen we nog een ribbon erbij pakken. En dan dacht ik eigenlijk om dan deze, dat rondje te doen. Oh, kijk. Jullie hebben al bijna oedeemles nu. Dus inderdaad tape om het vocht in mijn armen te verminderen. Zo. Valt helemaal niet op, hè? Kijk, deze doe ik dan gewoon in het hoekje. En misschien kunnen we hier rechts er nog eentje doen. Oh, leuk. Daar ga ik dat stiksteekje doen. Heb ik toch nog een beetje het Rianne stiksteekje. En dan doe ik hem wel op de vellum. Zo. Nou, die andere kant ga ik vast even lijmen. Hey Martine, gezellig. Nou, dat roosje wil ik gewoon een klein beetje zichtbaar. Dus die doe ik een beetje verder onder. Ik zorg er trouwens wel voor dat ik dus hier aan de bovenkant van mijn kaart nu niks uitsteek. Want hij gaat natuurlijk zo open. Dus vandaar dat ik echt aan de onderkant met mijn plaatjes wil blijven. Kijk, dan komt het roze van die blaadjes in de hoek weer een beetje terug. Nou, de typemachine. Oh, maar Martine, je kan er eventueel wel lekker terugkijken. Superleuk dat je nog even aansluit. Zo. Ik ben ondertussen achter de schermen met allemaal geheime dingen bezig. Nou ja, de nieuwe collecties zijn natuurlijk niet meer zo geheim. Maar ook nog van een andere collectie. Dus dan kan ik dat tussendoor nooit laten zien. Dat maakt altijd... uitdagend, zullen we maar zeggen. Even kijken, ik ga die ziel aan de linkerkant doen. En dan gaan we nog eventjes die ribbons goed aanwrijven. En dan ga ik het gewoon weer op dezelfde manier doen. Dus eerst even aanwrijven. Oh, sorry voor het gewiebel. Dat komt omdat ik dan... een beetje druk moet zetten op de tafel. Ja, inderdaad. Anneke ook de workshop. Ga je meedoen? Ik kan proberen om dadelijk een heel klein sneakje in beeld te laten zien. Dat gaat vast mislukken. Ik zal straks nog even een foto plaatsen. Nou, deze is een beetje een klein stukje, dus dat is een klein beetje priegelen.
Ze wilde niet af. Nou, die ga ik dadelijk even proberen. Als ik er iets beter voor kan zitten. Deze gaat wel heel goed. Kijk. En dan doe ik hem aan deze kant. Geef ik nog een klein drupje lijm. Sorry als ik er een beetje met mijn hoofd voor hang. En dan kan die daar ook een beetje plakken. Ik ben aan het denken wat Anne nou allemaal zegt, maar ik kan jouw reactie niet helemaal zien over wat je had gedaan. Maar gezellig dat jullie weer meedoen. Zo. Kijk. Deze die moet ik er dadelijk nog heel even goed afwrijven. Maar dat doe ik even als ik er goed bij voor kan zitten. Nou. Voor de voorkant denk ik dat ik het voor nu even zo laat. Ik denk dat ik hierboven nog, of hierboven of hier nog een tekst doe. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Nou, we hebben nog een paar minuutjes. Kunnen we mooi even de binnenkant nog doen. Nou, we moeten sowieso hierboven iets. Nou, we hebben hier nog wel leuke bloemetjes. Het is toch ook leuk om zo toch een cadeautje te kunnen geven, hè? Ik vind het altijd lastig als iemand bijvoorbeeld geld op hun verlanglijstje heeft staan. Omdat, dan wil ik het gewoon leuk inpakken. Zo bedoel ik, dat bedoel ik met lastig, hè? Dat je dan gewoon... Ja, ik ben gewoon niet een type die dan letterlijk een envelop geeft met alsjeblieft. Vind ik gewoon niet leuk. Kijk, dat vind ik wel leuk. Ik doe hem heel even een beetje draaien. Dan doe ik dat bloemetje met die postcard op de pocket. Ah, leuk, Greet. Dankjewel. Ik word ook wel blij van die kleurtjes weer. En dat vind ik ook wel weer leuk. En soms is het moeilijk om te bedenken, goh, waar ga ik nu mee live? Zeker omdat ik natuurlijk best wel af en toe hier op de groep live ben. Dan wil je dat het voor jullie ook afwisselend blijft. Maar eigenlijk is het zelf ook wel goed om af en toe gewoon weer eens papier te gebruiken, wat je dus al een tijd niet meer hebt gebruikt. Want... ja, dat blijft zo mooi. Het is gewoon zonde als dat in de kast blijft liggen. En ja, ik vermoed dat jullie dat ook wel hebben. Dat je papier in de kast hebt liggen wat je gewoon nog helemaal niet zoveel gebruikt hebt. Nou, ik pak heel eventjes dat blokje erbij. Voor de plaatjes aan de binnenkant. Want even spieken hoe jullie het zien. De plantje is ook wel leuk, maar hierboven is het, of hieronder bedoel ik, daar is het al best wel vol. Dus daar wil ik niet te druk. Nou, dat postzegeltje is aan de bovenkant wel heel leuk, denk ik. Maar ook zo'n klemmetje kan daar wel heel leuk. Dat we hem iets vast laten houden. Bijvoorbeeld op die manier. Even spieken. Ja, is leuker hè, Anneke, om er gewoon echt een leuk cadeautje voor te maken. Ik heb elke keer afgevraagd wat dit plaatje is. Zijn dit nou cakejes of van die kaneelbroodjes? Wat denken jullie? Grappig, hè? Dat je dat dan als iets anders kan zien, misschien. Oh, kijk, hier hebben we een grotere envelop. Dat is leuk. Kaneelbroodje. Dit is het best of
blok van Janine Smart for Art. En dan nummer 2, dat heeft als artikelnummer JMAESDCB70. En daar zitten dus ook allemaal, het is heel compleet, dat vind ik wel leuk aan het blok. Er zitten dus allemaal papiertjes in van eerdere lijnen. In deze zit dan de allereerste roze collectie, de Write Your Story, de Inner Peace, de Time to Relax en de Write Your Story dan, had ik al gezegd denk ik. En dan zitten daar dus ook van iedere serie dus van die die-cut plaatjes bij. En er is ook nog een variant met nummer 1. En daar zitten dan onder andere de blauwe lijn in. Dan moet ik even goed nadenken. Ik denk de Romantic Moments, weet ik niet zeker of die daar nog in zit. De Nieuwe Awakening zit daarin. Ik zie hem nou niet voor me, hè? Ja, dan denk ik ook zo Romantic Moments. Ah, leuk, Emmy. Ik zal jullie groetjes doen. Zo. Nou, ik ga deze ook nog eventjes aan de bovenkant wat plakken. En dan ga ik de rest strakjes even afmaken en dan zal ik hem even plaatsen. Maar we zijn volgens mij al een heel eind. Kijk, want ik dacht als we hier nou zo'n envelop doen met zo'n leuk labeltje. Nee. Dat weet ik zo net nog niet. Want dan heb je helemaal bovenaan die envelop. Ik denk dat ik een postkaartje dan leuker vind. Oh, het zijn dus wel inderdaad kaneelbroodjes. Dank jullie wel. Weet ik dat ook weer. Zo. Kijk, dat is wel gezellig. Ik denk dat ik het op die manier doe, maar dat ik er nog even een stukje van zo'n filmstrip stans, die bij de Romantic Moments in de collectie zit. Bij die ATC stans. En dat ik die nog even op de achtergrond doe. Dat lijkt me wel leuk. En dan hebben we hier eventueel ook nog een stukje washi tape. Oh ja, die kunnen we hier aan de zijkant nog plakken. Nou, ik ga de binnenkant nog even afmaken. Dat zien jullie dan nog even tegemoet. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden. Ik in ieder geval wel. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zie jullie heel graag morgenavond weer. Dan ben ik er. En dan ben ik er gewoon weer om 7:30. Dus niet 7 uur, maar om 7:30. Ik hoop jullie dan te zien. Doei doei!